De soap rondom de rode winkelpui van kledingwinkel Dos in de Kempenaarstraat in Oegstgeest gaat maar door. Na het opleggen van een dwangsom zijn de eigenaressen overstag gegaan en zijn ze aan het schilderen geslagen. Maar ze zijn ook een petitie gestart. Door vragen van de vereniging Oud-Oegstgeest heeft de gemeente geoordeeld dat hier sprake is van een welstandsexces. Deze felrode gevel maakt een grove inbreuk op wat gebruikelijk is in de Kempenaarstraat. En daarom moest de winkel zo snel mogelijk een neutrale kleur krijgen. Een medewerkster van de winkel vindt het een beschaafde kleur rood. Nou, je ziet dat de kap is aangepast. Mensen zijn heel erg enthousiast over de kleur. Alleen maar positieve reacties. Op misschien 2 of 3 na van mensen zeggen ik hou niet van rood. Dat kan. Maar alleen maar positieve reacties. Wij balen hier ontzettend van. Maar de gemeente houdt voet bij stuk. En de winkel moet hoe dan ook een andere kleur worden. Op straffen van een dwangsom. En die dwangsom is niet mis, €2000 per week. En dus gaat er toch maar witte verf tegen de muur. De eerste laag is woensdagmiddag tegen de muur gegaan. De volgende schilderbeurt moet de rode kleur, waar zoveel om te doen is geweest, voor altijd laten verdwijnen.